Ja, we staan hier bij de Eredivisie Beachvolleybal. De hele week hebben we een breed sportprogramma gehad met allemaal diverse activiteiten voor de jeugd en in de avond vaak bedrijventoernooitjes. En ja, we staan nu eigenlijk live bij de Eredivisie en ja, we zitten nog in de poolfase en nu zo een mannenwedstrijd. Ja, we kijken naar de Eredivisie, dus de 12 hoogst geclasseerde teams uit Nederland. Ja, de Eredivisie is inderdaad een landelijke competitie waarbij de organisatie ook een wildcard uit kan delen. Nou, net de vorige wedstrijd bij de dames hebben we gezien dat daar een Japans duo meedeed. Ja, die hebben een wildcard gekregen, maar voor de rest zijn het allemaal Nederlandse teams. En inderdaad de hoogst geclasseerde Nederlandse teams, dus ja, echt topsport. In 2019 was de eerste editie in Almelo, dus dit is het derde jaar dat we het organiseren. En vorig jaar een iets afgeslankte versie met betrekking tot corona, maar ja, dit jaar eindelijk weer lekker op het Marktplein, veel publiek erbij. En ja, we hebben een contractje getekend voor 3 jaar, dus volgend jaar en het jaar erop staat Almelo ook weer op het programma, dus dat is hartstikke mooi. Ja, Almelo wil zich op de kaart zetten als waterstad. En ja, daar past beach natuurlijk hartstikke goed bij. Dus ja, nu de binnenstad eigenlijk zo goed als klaar is, kan het eigenlijk niet beter. Ik denk alle omstandigheden perfect zijn voor dit beach evenement.